mijn grootste zorg op dit moment is de koersontwikkeling. Hè. Van belang is dat we zo snel mogelijk stabiliteit krijgen in die koers. De president gaf al aan dat hij op dit moment een dalende trend vertoont. Dat stemt goed. We moeten kijken hoe verder we hem omlaag kunnen krijgen. Zo ver mogelijk natuurlijk. Je moet niet vergeten dat een koersontwikkeling altijd van invloed is ook op het prijsspel. En dat daarmee de prijzen, als de koers omhoog gaat, gaan de prijzen ook omhoog. Dat veroorzaakt heel veel ellende in de samenleving. We gaan het volgende doen. Wij zien de vraag van valuta als de boosdoener van opdrijving. Je moet de vraag uit de markt halen. We hebben een betrouwbaar partner gevonden in de operatie. En dat is de SPSP Bank. Omdat wij met het plan die we dus op tafel hebben, dat wij de vraag die ligt op de markt gaan plaatsen bij de SPSB Bank. Wat is je vraag nu op dit moment? Breng SAD en wij gaan starten met een koers van 5,15. Plaats je SAD bij de SPSB Bank, omdat dat jou vertrouwen geeft. En geef ons een uitstel van betalen van 7 werkdagen. De bank geeft jou de garantie dat die dollars wordt uitbetaald binnen 7 werkdagen. Ja? En wij geloven dat in die 7 werkdagen dat de koers verder dan die 5,15 beneden zal gaan. Er is lucht in de koers en wij hebben geloof erin. En door de vraag eruit te halen, zien we in aanval dat die stil is gebleven, de koers. Jullie kunnen het beamen. Vandaag kan niemand kan zeggen dat het hoger is dan 5,50 of 5,45 zelf. Meneer Gersi, ondersteunt u de afspraken die zijn gemaakt op dit moment tussen de cambiohouders en de Postspaarbank? Ik mag u zeggen dat ik niet erg gelukkig ben met een situatie waarbij cambio's de indruk wekken dat zij een monetaire autoriteit zijn geworden. Of misschien willen zij die indruk niet wekken, maar door hun handelen met anderen de indruk krijgen dat zij dat wel zijn. Basically ga ik ervan uit dat ze goede bedoelingen hebben, dat het een goed bedoeld initiatief is. En dat moeten we natuurlijk toejuichen, maar ik denk ook wel dat de cambio's best wel beseffen dat hun rol niet de rol is die zij, die sommige partijen in ons systeem, economisch systeem, hun willen toebedelen. Ik vraag me wel af of cambio's zo ver kunnen gaan dat ze taken van de centrale bank overnemen, dat ze $13 miljoen gaan proberen af te romen, terwijl we weten dat de centrale bank in het verleden toch wel dollars gegooid heeft op de markt en nu horen we dat cambio's $13 miljoen gaan zoeken. Toen cambio's werden ingesteld, ik weet niet meer onder welke regering, is het was de goede zaak, denk ik. Wat er moet gebeuren in tijd, dat wij ze terug moeten brengen naar hun core business. Dus het is een enorme uitdaging voor ons om niet alleen de koers te stabiliseren, maar ook om het vriendenvalutaverkeer terug te brengen naar het bankwezen. Waardoor je als een net land overkomt naar binnen toe, naar je eigen mensen toe, meer nog naar het buitenland. Als het buitenland geen vertrouwen meer in jou heeft en niet meer in je financieel systeem heeft, dan krijg je heel veel ellende. En wij willen Suriname en onszelf, wij wonen zelf ook hier, die ellende besparen. De voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders, meneer Bailal, zegt het is ons geheim hoe wij aan de dollars komen die wij zullen leveren aan de Surinaamse Postspaarbank. Is het bij u bekend waar die dollars vandaan komen? Ik wens wel dat ik kon zeggen waar 13 miljoen vandaan komt hoor. Dus geloof me, ik heb geen glazen bol te weten waar die 13 miljoen of 15 miljoen vandaan komt. Kunt u aangeven hoeveel de nieuwe centrale bank governor zal verdienen per maand? Ik weet niet waar het is. Dat zal nog bekeken moeten worden. Ik weet niet. We hebben wel een bijzonder geval gehad toen we de heer de huidige minister van Financiën aantrokken vanwege de verplichtingen die hij had en vanwege
onze wens om hem binnen te krijgen is er toen onderhandeld. Ik denk dat deze governor een stuk minder gaat verdienen. Ik denk dat hij op het niveau zal liggen van zijn van een van zijn vorige bazen. Meneer, hij is er helaas niet meer. Meneer Telting of daaromtrend. Ik maak er niet zo'n heisa van. Ik vind dat verantwoordelijke mensen wel een bepaald bedrag mogen verdienen hoor. En ik weet dat de hoop mensen voor die opkingen van ja, maar die mannen verdienen 5 maal de president. Ik vind het helemaal niet erg. Ik ben tevreden met wat ik heb.